We zijn onderweg naar de spoedeisende hulp. Dat er nu ineens uitzaaiingen zijn of zo. Gelijk aan het infuus. Hey, welkom bij een nieuwe video. Nou, we zijn onderweg naar de spoedeisende hulp. Ik ben vannacht tot 4 uur 's nachts heb ik op de bank gezeten. Door het vele hoesten. En nou, ik werd er gewoon helemaal gek van. Ik heb weer gestoomd met het Rhino ding. Ik heb die codeïne tabletten op. Ik heb die hoestpillen op. Ik heb hoestdrank op. Het werkt allemaal van geen 1 meter. Sterker nog, het lijkt alsof het allemaal erger wordt. Ja, dus vanochtend hebben we gezegd, we bellen eventjes naar de HAP. Toch? Je hebt de HAP gebeld? Nee, ik heb gewoon het ziekenhuis gebeld. Oh, je hebt gewoon het ziekenhuis gebeld. Centrale nummer. Toen kreeg ik de spoedeisende hulp. Ja, en toen kreeg ik een arts aan de lijn. En nou, het een en ander besproken. En die zegt, nou, wat we in ieder geval kunnen doen. Hij zegt, ik denk niet dat het een ontsteking is. Hè, omdat ik niet heel erg last heb van... ik heb geen koorts en dat soort dingen. Maar er komt ook wel slijm omhoog. En daarna houdt het gewoon heel erg aan met kriebel. En ja, ik kan het gewoon niet stoppen. Heel mijn stem is ook naar de getwaar. Jij gaat vandaag niet zingen, denk ik. Ik ga vandaag zeker niet zingen, nee. Wat wil ik zeggen? Oh ja. Dus hij zegt, laten we dan gewoon een longfoto maken voor de zekerheid. En even bloed prikken. Ik denk, nou, dat lijkt me verstandig. Dan hebben we dat in ieder geval een beetje... Maar krijg je dan ook de uitslag van dat bloed vandaag? Ik denk het wel. Ik denk dat die. Ja. Ja. Ik kan me herinneren als ik met mensen van mijn werk zeg maar naar het ziekenhuis moet. Dan zitten we daar ook heel vaak te wachten op bloeduitslag. Ja. Voor van we gaan terug of niet. Dus het gaat inderdaad wel heel snel. Dat kan op zich wel snel gaan. Dat even heel specifiek gelijk moeten weten. Ja, en blijkbaar hebben ze dus niet echt een wondermiddel voor de longen. Dat schijnt dus echt wel een heel lastig ding te zijn. Maar goed, ik hoop daar in ieder geval wat geruststelling van te krijgen. Ik ga ook eventjes vragen. Ook al hebben ze gezegd dat het eigenlijk niet kan. Hè, dat er nu ineens uitzaaiingen zijn of zo. Maar ik ga toch even vragen of ze dat dan ook op die longfoto kunnen zien. Laat ze het maar uitsluiten inderdaad. Ja. En dan misschien dat ik even iets kan krijgen om te slapen of zo. Want op een gegeven moment dan val ik toch een soort van, dan krijg ik een bepaalde rust. En dan val ik toch in slaap gelukkig. Maar dat is, ja, maar kort. En dan als ik dan weer wakker word, dan begint gelijk die hoesprikkelwoord weer. En dan moet ik zo hoesten dat ik gewoon kokhalzen. Ik kon elke keer mijn vader hoesten. Die kon ook zo echt. En dan echt, ja, brullen en dan gewoon, nou... Kokhalzen. Dus ja, zaterdag is het vandaag, 17e, en wij zitten even op de spoedeisende hulp. Nou, kamertje. Je bent nog nooit geweest. Nee. Wilte. Dat er ook niet beter op. Nee. De eerste hulp binnen. En de dokter gaat zo beginnen. Dus hij ging even wat dingen regelen en pakken. Ja, dus die zit overal in de weg.
Huh? Gelijk aan het infuus. Bloed afgenomen en zuurstof gemeten, temperatuur gemeten, was allemaal oké. Nee, niet allemaal. Bloed moeten we nog krijgen, maar de rest was oké. En de infuusje is eventueel voor als ze longontsteking heeft of andere ontstekingswaardes te hoog zijn, dat ze gelijk antibiotica kunnen toedienen. Ja. Oké, okay. Een dekentje? Ja, het is koud hier. Dank u wel, verpleger. Chocolademelk? Nou, ik heb nog helemaal niet gegeten. Nee, ik heb wel honger. Oh, we gaan de achterkant luisteren. Mag die even eruit? Ja hoor. Even goed zuchten. Deze even, ja. Even voor de volledigheid geen last van de buik. Nee, ik heb wel af en toe diarree. Af en toe diarree, ja. Dan wil ik even de buik onderzoeken. Geen klachten van het plassen. Nou, ik ben ontslagen uit het ziekenhuis. In principe hartstikke goed nieuws. Mijn waardes waren gewoon goed. Ontstekingswaarden niet echt verhoogd. Nou, niet. Waren niet verhoogd. Er was wel één dingetje die iets verhoogd was, maar dat had weer met een dexametason te maken. Dus dat was niet daar heel belangrijk voor. Geen COVID. Geen COVID, negatief. Longfoto zag er goed uit, geen ontstekingswaardes. En als het goed is, kunnen ze daar ook op zien of er uitzaaiingen of gekke dingen te zien zijn. En dat is dus ook niet het geval. Dus dat is ook wel prettig om even tussendoor nog een extra bevestiging te krijgen. Dus eigenlijk is dat natuurlijk gewoon hartstikke fijn. Ja. Het nadeel is dat ik nu nog steeds met hetzelfde probleem zit. Dus ik mag meer die codeïne gaan slikken en dan hopen we dat ik daar ook wat, misschien wat slaperiger van word of iets. Wat meer, dat ik ook gewoon in slaap kan vallen. Want ja, als ik niet slaap, kan ik ook natuurlijk niet goed herstellen. En als ik niet, als ik slaap, dan heb ik ook dat ik mijn keel wat rust geef. Dus dat zou ook natuurlijk moeten helpen. Tuurlijk, ja. Maar goed. Er is even geen pijl op te trekken. Want ik moet nog steeds wel erg hoesten. Maar wel weer heel erg minder dan vannacht weer. Ja. Dus dat is zo raar. Maar ik merkte wel dat toen ik jou chocomel gaf, dat het ineens een stuk beter ging. Ja. Dus, Ik denk dat misschien is dat dan een wondermiddel. Het is maar goed dat we chocomel. Chocomel, Nesquik. Maak verder geen reclame of zo, maar eigenlijk moet ik er nog eentje noemen. Hè? Dat is voor de mediacode, toch? Chocomel. Drie merken. Ja, Chocomel. 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 Nee, ja. Chocomel, baby. Chocomel. Nou, ik zie de pontjes er al aankomen inmiddels. Dus we moeten wel weer een beetje opletten. Maar ik... Ja, je bent gewoon... Ik wou zeggen gezond, maar... Je hebt in ieder geval geen vervelende dingen erbij. Dat zei ik dus net ook. Dat is gewoon heel raar. Want ik heb eigenlijk best wel een goede afweer. En eigenlijk doet mijn lichaam het best wel goed. En dat je dan toch zo... Nou, gewoon levensbedreigend ziek bent eigenlijk. Dat is echt heel raar. Oké. Okay. Maar ja, goed. Jij gaat even lekker naar bed rusten. Ik ga even rusten. Voordat we naar de verjaardag gaan van Elena. Ja. Ja? Ja. Goed? Oké. Okay. Oké. Okay. Ik heb meegedaan aan The Voice op Holland. Ja. En daarmee begon ik toen ook. Dus het lijkt me tof om daar nu ook mee te beginnen. Dat is If You Ever Want to Be in Love. Saw you today after so much time. Felt just like you to sleep. Talking for hours about a different life, surrounding us in memories. Nou, dat ben ik pas net begonnen, jongens. Wat een gekke. En meestal zeg je de best voor les, maar dat doen we nu niet.
En ja, alsnog een topnummer. Dit is de best van Tina Turner. Als simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. Allereerst hartstikke bedankt voor jullie zijn allemaal. Nu komt er een nummer voor mijn broer en mijn schoonzus. Waar is mijn schoonzus? Die hebben, ja, sorry. Die hebben op dit moment. Ja. Is die ook leuk? Woo!
sempre di oggi e di ieri in cammino. Viva la mamá, affezionata a quella bomba, così legata negli anni 50, sempre così sincera. Viva la mamá, viva le regole, le buone maniere, quelle che la mamma ha saputo fare, e con la magica. Day after. Lekker, lekker slapen. Jij niet? Nog steeds helaas niet gewoon. Doe even te veel slapen. Ja, met Dora op de achtergrond. Maar ik heb dus vanmorgen eventjes het ziekenhuis gebeld om extra codeïne te pletjes. Ja. Want die hebben we dus gisteren wel als advies gekregen om meer te nemen. Nou, niet we. Nee, ik moet hier meer gaan nemen. Maar we hebben er maar een paar gekregen de vorige keer. Dus die liggen nu in het Haga apotheek ziekenhuis dinges. En we zijn ook best wel erg moe, want het was gisteren een lange dag. En dan wil ik me eens voorstellen hoe genezen ik voel. Maar het is in ieder geval heerlijk weer. Jessie zit lekker. Oh, ja. Zo! Ja. Overblind. Ja. Wilde jij wat zeggen? Nee joh. Jessie zit, kijk, daar lekker in het padje. Wat wilde jij zeggen? Ik voel me eigenlijk best goed voel. Je hebt me lekker laten uitslapen tot half les. Ja. Dat is weer ingehaald voor wat ik niet in de nacht heb gehad. Ik wou net zeggen, ik was je vannacht weer even kwijt. Dus, ja. Maar verder, nee. Ik heb gisteren voelde ik me ook gewoon hartstikke goed. En ben ik blij dat ik even eruit kon en even wat anders dan... Ja, ja, dus even lekker muziek en gezelligheid, mensen. Dus. Super toffe optreden van Sam. Ja, echt, kan hij goed zingen, hè? Ja. Echt heel goed. En ook heel... bijzonder gevoelig You Make Me Feel Brand New gebracht. Dat ja. Heeft wel weer wat tranen doen rollen. Zelfs bij mijn broertje. Dat was wel erg mooi om te zien. Ja, het was echt... Wij hebben het in ieder geval heel erg naar het zin gehad. Ja, 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 absoluut. Dus, nou ja. Hopelijk heb je ook even genoten van deze gezellige vlog. Hè? Even wat gezelligheid erin. Nou, precies. Ja. Laat het dan even weten in een leuke comment. En een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En we horen weer heel graag van jullie. De volgende keer. Ciao, 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 ciao.